Ik kom fris. Is bril, is bril, ja, hoe is het, Brilla? Huh? het goed? Ik kom met een drip, man. Hoe is het? Druppels. Doe je best, he? man. Gewoon simpel, simpel, Eist. Simpel, Eist. Simpel, Eist. simpel, 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 man. Eist. Ja, Eist. simpel, ja. Dit is een simpel Ja, ja toch? Ja. Gewoon ja. rustig. Is, Ma, is, is, je standaard is, je lat is, is hoog. Ja? Ja, man. ook in het eerst maar komen. <laughs> <laughs> nee, 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 is prima, man. Goed om te zien, man. Ik zeg net ja, tegen Ed, ik zeg, hé, verbaas me. Je zei vier uur. is vier uur. Ja, toch, je ja, zeg, ja, ik tekst je vandaag, je tekst me vandaag. Ja, ja, sowieso. Zo, 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 zo. Maar zijn er niet veel die zo zijn, hè? Nee, maar dan zei ik het ook, ga je teksten. Daarom. Mijn nee, nee. telefoon was toen in mijn auto, anders had nee. ik je gelijk teksten, man. Hé, hey, maar je nee. ziet er goed uit. Nee. Je Thanks. ziet er fit uit. Ja, maar huh? ik doe mijn best, man. Elke ja, dag toch? gewoon uh, droog, man. Ja. ja, man. Lekker, lekker. Belangrijk. Kom zitten, Kom Kom zitten man. Ja, toch. Vandaag zitten we weer in een hele mooie setting hier bij uh, Erik Kuster thuis. Jullie zien het in Huizen, en we hebben een prachtige persoonlijkheid hier zo uh, in ons midden. Ik wil jullie voorstellen aan Jetro Danovic, We zeggen altijd hele naam. Oh. Sexer Willems. Ja, ze zeggen het goed of niet? Ja. Hoe spreek ik het uit? Kijk, ik heet eigenlijk iedereen zegt Jetro altijd, maar ja. ik heet Jetro. Oh Jetro, oké. Okay. Maar pff, voor mij is het geen probleem. Oké, dus... oké. Okay, okay. Maar die andere uh, namen zei ik goed. Het is Danovic. Danovic. En, uh, Sekser. Oh, Seixer. Seixer. Luister, luister. Kat, we <laughs> doen het even opnieuw. <laughs> we doen het even opnieuw. Nee, 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 nee. Thanks dat je er bent. Leuk dat je er bent. Uh, onze allereerste vraag altijd is: altijd, uh, hoe gaat het met je? Ja, ik voel me goed, man. Uh, pff, mentaal, fysiek, spiritueel voel ik me goed, man. Dat is belangrijk voor mij. Mm -hmm. En uh, ja, als het goed gaat met de familie, dan uh, is het al helemaal een uh, setje erbij om, om me goed te voelen. Dat is waar, dat is waar. En, en, en wat je zegt, uh, mentaal, fysiek en spiritueel. Uh, wat doe je ervoor om mentaal, fysiek en spiritueel vooral ook goed te voelen? Kijk, voor iedereen, voor iedereen is het anders natuurlijk. Uh, de een mediteert, de een. Ja, ga naar de kerk, lees de Bijbel. Ja. Uh, dan, dan, die ene. Maar bij mij is het meer uh, datgene wat ik zei, dat belangrijk dan is. Die mijn setje geeft als familie, sowieso. Ja. En ik zeg altijd dat vroeger had ik een idool, weet je toch, Waar ik iemand zijn, dus, uh, waar ik jou zijn. Want jij ja, Nederlands elftal, baaien, noem maar op, weet je toch. Hey, hey, dan hey, heb je, hey, hey. alles wat jij de deed, wou ik ook. Ja. Alles wat jij had, wou ik ook. Ja. Maar dan kom ik op een leeftijd en, uh, waar ik gewoon mezelf wil zijn. Man. Dus ik wil mijn eigen idool zijn. Man. Dus dat een beetje. Ja. En van welke leeftijd is dat ongeveer. Uh... Ik denk uh, na mijn 22e wist ik het en na, oh. na 2020 20, besefte ik het. 2020? Oké, okay, dus. dus uh, 20. Ja, toen was je 26. Ja maar. Dus na je 26, e ja. kreeg je dat ongeveer ja. een beetje door? Ja. Oké. Okay. Dus, wacht even, want je zegt 22? Ja, toen kreeg, toen kreeg ik mijn kinderen. Ja. Toen wist ik het van, oké, okay, nu heb je verantwoordelijkheid, nu is het een ander soort leven waar je in gaat. Ja. En in 2020 raakte ik geblesseerd. Dus de laatste keer dat ik tegen mezelf zei van, kijk, nu ga ik gewoon laten zien wie de beste is. Weet je, toch? Ja. En toen ja, raakte ik geblesseerd. Toen besefte ik het. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Want, want nice. um, in onze introductie vertellen we altijd wie je bent, waar je hebt gespeeld. Dus we kennen je allemaal van Sparta, PSV, Eintracht, Frankfurt, Newcastle, Grote um, Je hebt 22 interlands, heb je ook al gespeeld, dus mm. mensen kennen je van het voetbal. Yeah. Maar onze vraag is altijd van wie is Jetro nou echt? Wacht even, zeg ik het goed? Ja, je zegt het heel goed. Spreek je naam ja. goed uit, toch? Ja, ja, geef Jetro, Jetro. Ja, Jetro. Ja, no, no, heb no. hij Wie valt... okay, okay, het. Wie is Jetro? Oké, goed. Wie is Jetro nou echt als mens, als, als persoon? Wat, wat maakt jou. We laten alle titels weg. Jetro. Jetro, de mens. Ik denk, ik ben sowieso recht door zee. Wat ik al eerder zei, ik ben van Opdam Zuid, dus wij zijn. Ja, ja, ja. ja, ja. We leggen alles gelijk op tafel. <laughs> uh, ik help graag. Uh, ik hou van gezelligheid. Mm -hmm. Ja, hoe meer zielen, hoe meer gezelligheid. En gewoon lekker doen waar je goed bij voelt. Mm -hmm. En vooral jezelf zijn, man. En, en wat, wat, wat zei je net al? Wat, wat, wat houdt dat in, zeg maar, jezelf zijn? Wat houdt dat precies in? Ja, gewoon niet. Ja, hoe, 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 hoe zou ik dat uitleggen? Het is meer, het is meer van. Um, stel, we zijn hier met z'n drieën. Mm -hmm. En wat jij zegt. Al van tevoren. Ja, als jij achterover wil zitten, dan zit je achterover. Als jij uh, je voet op tafel wil zetten, dan moet je dat doen. Mm. Ja. als dat jou een goed gevoel geeft, waarom niet? Dus je bent je bent je bent niet bezig als, als ik het zo hoor hè, uh, Jezelf zijn is niet bezig zijn met wat anderen buiten jou om vinden willen. Of ja, precies maar, precies. maar het is wat jij voelt, precies. wat jij vindt en dat doe je. Dat ben je. Ja. En dus daar ben je een... gewoon, dat accepteer jij ook van jezelf op dit moment? Ja, niet alleen van mezelf, ook van anderen, gewoon. Weet je toch, ik ben niet. Het is bijvoorbeeld als jij me niet groet, oké, okay, dan heb je me niet gegroet. Maar als je mij volgende keer wel groet, oké, okay, is goed. Ja. Er staat nergens geschreven dat je iemand moet groeten, toch? Dan ja. doe je dat wel of niet. Ja, het is netjes, oké. Okay. Ja. Als uh, dat, ja, dat wil, ik geen stress, man. Dan doe je dat, man. Ja. Hmm. Dus je neemt het niet persoonlijk. Je, je, nee, je... Nee, 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 nee. Heb je dat wel? Is er wel een tijd geweest dat je dat wel persoonlijk nam? En dat je daar anders mee omging? ging? Nee, of nooit, is dit altijd wel... Nooit eigenlijk, want ik was altijd gefocust. En door die focus... Dus ik heb altijd geleerd dat... Uh, daar is mijn telefoon. <laughs> ik heb wel op maand gezet. He. Ik, ik heb echt op maand gezet. He. Sorry man, sorry. We man. doen eigenlijk Ik heb het echt Sorry man, sorry. Hij heeft het op die Wacht maan op gezet. Van. Ik heb het echt op maan gezet man. Zag eens in gezin. Hé, Sari, weggepakt. Is mijn pa ook man? op. Nee, man. Nee, man. Als, als je moet opnemen, neem op. Kijk, kijk, kijk. Jullie kijk. kunnen zien hè. Ik, heb ik hoor het, ik, bro, bro, ik bro. kan Bro, we geloven je. man. Nee op, bel hem terug. als het... man. Als nee, het... Vraag om of het belangrijk is dan. Geen stress. Zijn neven, zijn moeders, vaders, iedereen is daar. Die, kan... Shit, waar waren we gebleven man? Ik weet het niet eens meer. Uh, zo, ik, ik zeg je eerlijk, voordat we verder gaan, die jas van je. Ik kijk ernaar, het zit omhoog aan de achterkant man. Het, het, waar komt het door? Ik weet het niet man. Ja, 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 ja. Ja? Juist, juist. Shit man. Boys, waarom zeggen jullie me dat niet? Huh? <laughs> Sorry. Sorry jullie niet. <laughs> ja. Um, oh joh, we waren bij het stukje. Maar jij hebt ook een mooie... Uh, waar? ...trui hè? Ja. Waar is dat van? Doosje Cabana? Nee, nee, volgens mij van uh, Off-White. Of oh. van uh, Virgil Abloh. Virgil Abloh, oh nice. Kwaliteit, man. Kwaliteit, hè? Is, het is niet anders. Gianni staat voor kwaliteit. Yeah. Ja. Dat is belangrijk deze tijd. Ja. Wel kleurrijk. Hey. Dat staat je ook wel ik gewoon. Hoor Helemaal. Ik krijg ja. heel veel complimenten. Nee, maar dit is, dit is, want zo ken ik Gianni niet. Gianni is altijd hè, basic, kleuren heel. Dat is al right. Snap je? Dat is al right. Dus Gianni okay. is buiten zijn comfort nu, man. Ja, dat maar ik, dat, dat moet soms ook toch? daarom dat moet ja. ook zijn. Okay. heerlijk laten we klaar. verder gaan het. Ja, ik, ja ja waar was ik ik had volgens mij iets gezegd met focus ja ja, ja dus voor mij ik heb altijd geleerd dat uh, als je niet focust, heb je geen succes man want mm. focus is toch wel succes mm, en mm. dan kan je het breed uitpakken hoe je wilt toch dat is dat is belangrijk, man. Bro, mag ik je... Ik, wat, ik vind, dit, ik vind dit dope, hè. Ik, dat je het zegt. Want wanneer, wanneer je het hebt over focus. Uh, mensen zeggen van, oh, je bent, uh, je bent in, je zoon, in je zoon, toch? Ja, toch. Je bent in je zoon. Wat betekent voor jou gefocust zijn? Wat zijn voor jou kenmerken dat je weet van, ik ben in mijn zoon? Uh, ik denk, realistisch zijn naar jezelf. Hmm. En... Sowieso realistisch, dan heb je realistisch eerlijk zijn naar jezelf. En als je weet wat je, wat je wilt, als je doel daar is, ja. dan moet de randzaken of. Tuurlijk, je komt altijd obstakels tegen, maar dan hoop je dat God je, je voeten schoonmaakt, zodat je over elke obstakel heen kan springen, bij wijze van spreken. Ja. Maar ik vind niet dat je dan uit moet wijken van je doel. Ja. Dat bijvoorbeeld als iemand iets met jou doet of. I iemand zegt iets of wat dan ook, dat, dat, dat je moet uitwijken van je doel. Man. Ja. En die focus is dan gewoon. Ik ga daar, ik weet wat ik moet doen. Ik weet wat ik moet doen. En waar ik, wie, waar ik moet zijn, wie ik moet benaderen. Ja. En niet bang zijn om iemand te benaderen, begrijp je? Dus mm. dat is ook met je doel, man. Dus mm -hmm. ik ben niet bang of in mijn doelen behalen heb ik geen eer of trots man. Mm. Dus als mm. ik. Denk van, kijk luister, ik heb uh, jou nodig. Of ik wil tips van jou of wat dan ook. Dan bel ik je gewoon op. Man. Mm -hmm. Als dat is wat ik nodig heb, dan doe ik dat gewoon. Mm -hmm. Wat we altijd doen uh, bij de gast is dat we uh, tien vragen hebben. Het heet Noemi, het stukje. Tien vragen. Je moet snel beantwoorden. Uh, onder druk, onder druk presteren, ja. man. Het <laughs> is geen probleem mag, voor jou. <laughs> jij mag bepalen uh, hoe lang het is, je antwoord. Maar we willen wel graag. Uh, dat je snel antwoord geeft. Snel, dan moet ik wel even uh, hier toch achterover. Okay, ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja, toch, als het snel <laughs> moet. Ja. Oké. Okay. Yes. Ben je ready? Ja, toch? De eerste vraag: ik begin. Om welke prestatie wil je herinnerd worden? En dat is? Prestatie over het algemeen. Kan voetbal zijn, kan buiten het voetbal zijn. Een prestatie die jij geleverd hebt? Ja. Ik denk, ik denk statistieken. Als we puur kijken naar voetbal. Naar voetbal ja. Statistiek. En als mens? Ik denk het vader zijn. Je antwoordt wel snel. Yeah, body, <laughs> yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. <laughs> ja, dat wou die. niet. Wacht even, wacht even. Dit <laughs> is de eerste vraag pas, hè. Oké, okay. ja, ja, ja. <laughs> okay, next. Um, wat heeft bekendheid voor jou... Wat heeft bekendheid jou gebracht? Status alleen. Voor de rest niks. That's it. That's it. Heb je daar ook, zeg maar, geen... Gevoel bij? Nee. Want. Nee, ik, ik moet snel antwoorden. Nee, nee. Ja, maar gewoon. Als nee, want ik denk, al, want, je... want, want ik heb het vaker over de laatste tijd. Ja. is net als bijvoorbeeld vroeger, als je klein bent, dan uh, wil je toch. Als je zegt, ja, wat wil je later worden of wat wil je later is veel geld. Mm. Ja, ik wil rijk zijn. Elk kind wil rijk zijn. Elk kind wil. Weet <lacht> <toch>. <lacht> Elk kind wil veel geld. Ja, ja, ja. Maar als je op leeftijd komt of. Um, daar komt waar je veel geld hebt of veel hebt gekregen, dan denk je van was dit het mm. voor wat? Mm. Dus het is alleen status voor de rest, niks van mij. Maar. Ik heb, ik heb zo'n grappig verhaaltje daarover, kom ik zo op terug. <laughs> Oké, okay, Nick, wanneer heb je voor het laatst gehuild? Uh, vorig jaar, ja. vorig jaar. Ja? Ja. En dat was, eerste keer, denk ik. misschien, laatste keer, dat, was, dat is zo, eerste keer, laat, laatste keer dan. Mm -hmm. Daarvoor was misschien toen 15 was, 14. Zoiets? Mogen we de reden weten? Vorig jaar was mijn opa overleden toen. En mm. ik was erbij, zeg maar. Mm. Dus, uh, dus vandaag. Ja, ja. oké, okay. begrijpelijk. Oké. Uh, next. Met wie praat je als je even slecht voelt? Met mezelf, man. Met mijn telefoon. Of. Uh, Met jezelf. Je praat tegen de telefoon. of Ja, zeg maar, type gewoon. Ja? Ja, of ik ga gewoon slapen. Maar wacht even, wacht, wacht, wacht. Dus je, je, Eigenlijk wat je doet als je je slecht voelt, je schrijft dingen op? Ja, typ het gewoon. Echt? Ja man. Notities gewoon. Is dat kwaliteit? Maar wat, wat, wat schrijf je? Nou, wat schrijf o, wa, je wat, wat schrijven? Wat ja. doet het met je als, wanneer je het geschreven hebt? Gewoon relax man, dan is het gewoon van me af of ik uh, ga gewoon mezelf praten gewoon thuis. Gewoon. Je zou denken ik ben depressief. Nee, <laughs> nee. nee. we denken nee, nee. helemaal nee. niks, nee. we nee, denken nee. helemaal niks maar. Dus ja, maar dat he. Gewoon. Type of zo en gewoon typen man alles wat in me opkomt gewoon typen dus daarvoor ja. ik ben hele verhaal en ik kom rood in me dan typ ik ook gewoon rood ja ja gewoon typen als dat eruit moet dan is het ik wat zou heilig. bijna willen vragen mogen we zo een notitie zien <laughs> Je bijna wel ja. nee. bijna wel hè maar toch niet hè nee beter <laughs> ja. niet beter ja. niet beter ja. niet, beter ja. niet. <laughs> ja. nee ik vind het super interessant want wij ja. zeggen altijd praten lucht op ja. dus Schrijven ook, hè? Dat ja, heb ik ook meegekregen van mijn vader. Mijn mm. vader heeft dat ook uh, ervaren. Dat hij dus um, zijn, zijn slechte dagen of slechte momenten gewoon op papier ging schrijven. Ja. En dan merk je, dan schrijf je gewoon dingen weg ja. van je. Dus kom er zo op terug, man. Vind ja. ik nice. nice. Oké. Okay. Als je een <laughs> feestje zou geven, welk thema zou je dan geven? ja ik kan kleur gewoon wit oké okay. ja ja dat is geen wat? kleur maar ja. kan waarom en het thema onderwerp gewoon classic chic hmm. of niet echt een thema gewoon oké uh... oké okay. okay. next Karin um, waar ben jij het meest dankbaar voor familie nice ja. wat is je beste eigenschap eerlijkheid ik geloof dat wel. Ik ook. Ik heb dat meegemaakt nu. Dus ik geloof je. <laughs> ja, nee. Echt serieus. Ik, waarom? Omdat... Wij merken nu heel veel in, in, uh, in wat we nu doen. Dat er heel veel mensen zijn die uh, op een gegeven moment als ze een bepaalde status hebben. Dat ze niet meer eerlijk kunnen zijn. En dat ze een beetje eromheen draaien, weet je wel. En van jou, wat ik net al zei. Jij zegt... Hey, ik tekst je, mogen, je tekst mogen. Je zegt waarop staat. Dat merk ik ook nu aan je. Ja, ik ik, ik ik het zo lang gesproken, maar ik dacht ik dat je beloofd dus Ja, nee, 100%. Ik toch teksten, ja, ja. En zo zo, ja. Ik zeg altijd: ik heb alleen mijn woord en mijn ballen. Dus ja. Dat is hey. waar ik. Uh, Tony mag dat, mag Montana, hè? Mag dat onze quote zijn? Als, oh ja, tuurlijk, maar, als tuurlijk. We... Geen probleem, man. <laughs> geen <laughs> tessie, ik is het, ja, geen nee man, mee. maar dat is, is, is Tony Montana, toch? Ja, klopt, ja, klopt. Klop. All I got in this world is my word and my ja, balls. Anders ja. heb ik liever yeah. dat ik gewoon mijn mond dicht houd en yeah. zeg yeah. van nee, kan niet, man. Of kan wel of niet. Okay. Ja. Like Wil ik ook zo terug opkomen, jongens. Dus wordt uh... een lang gesprek. Zie je. <laughs> ja, ja, <laughs> ja. Sinds nu zeker drie uurtjes, hè? Ja, ja. Nee, nee, heb geweldige nee, tijd. <laughs> um, wie is de mooiste persoon die je in de voetballerij hebt ontmoet? Oeh. Mooiste? Ik denk mij, Nadim. Mm, ja, yeah. mm. ja. Yeah. Mm. Waarom, waarom, Gini? Ik, ik heb veel met hem meegemaakt in de korte tijd. Hij heeft me ook veel laten zien. Dus aan je lach? je <laughs> Ja, hij heeft me ik eigenlijk een wereldje laten zien, man. Oh, en ja. Niet alleen... Negatief sowieso niet, dat niet. Nee, nee, nee. nee man. Maar ook die spelletjes enzo, snap je? Mm -hmm. Dus, uh, ja, man. ja Ja, dat, dat zijn er heel veel in deze wereld. Hij heeft me een beetje karakter gegeven ook, zeg maar. In deze wereld. Genie. Profs man, bloemetjes ja, voor jou. Genie, ja. genie <laughs> Wijnaldum. thank je. Um, wat is het mooiste cadeau dat je ooit hebt gegeven aan iemand? Gegeven, ik, denk, ik denk, denk, mijn ouders. Huis en een auto. Denk, ja. Dat was mijn eerste contract toen bij PSV. Gelijk nice. huis en een auto gekocht. In Rotterdam al? In Rotterdam, ja. In bonussen nog steeds in Zuid? Ja, ja, ja. ja, ja. Nice, nice, nice. Let's Les man, um, wat is de meest waardevolle les die je hebt geleerd? Ja, tot nu toe hè, want tot je is 28. Ja, ik zou zeggen, ik zeggen dat, wat, dat wat je ooit hebt gedaan of hebt gedaan, dat dat niet is wie of wat je nu bent of doet. Dat ja. is wat ik denk. Ik hoor je, ik, ik begrijp wat je bedoelt. Dat zeg maar de pest, zeg maar, het achtervolgt je natuurlijk, maar daar, niet... we, daar gaan we zometeen een, 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 een bruggetje over maken. Je bent op, uh, op Curaçao ben je geboren. Ja. En je bent op uh, vroege leeftijd ben je naar, uh, naar Rotterdam zuid ben je gegaan. We weten allemaal dat. Uh... Ja, ja, wacht. Niet iedereen. Ja, ik het oh, 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 ook oh, graag. Maar Oh, heb iets gemist. Ja, ik, ik... ik woonde eerst in Amsterdam. Echt? Ja, in de Belmer. En vandaag. Oh, <laughs> Dat is die kern gewoon. Dat is die kern gewoon, Zie je? Daarom zeg ja, ik je bro. Man. Waarom zeg je dat niet graag? Ik snap het niet. Omdat ja, Rotterdam heeft me andere dingen geleerd toch. Ik ben ik ben trots op Rotterdam uiteindelijk. Ik heb okay. daar een jaartje of anderhalf jaar, twee jaar, twee jaar zo gewoon. In, in Amsterdam Zuidoost. Ja man. Ja en nou goed, ik begrijp, ik begrijp wat je zegt. Maar ik als Amsterdammer Zuidoost. Weet wel dat, dat die kern, de basis, hij zegt, Dat is, is de basis gelegd. Hij zegt, <laughs> laten we, ja. we Daniel niet over hebben, geen Rotterdam Zuidoost, nee, nee, dus we nee, dan nee. gaan we het midden laten. Nee, nee, Want anders nee. komt onze, onze uh, uh, redactie guy, die komt ook weer. Uh, onze redactie guy. <laughs> <laughs> ja, ja. <laughs> maar oké, okay, dus je bent, uh, dan laten we Zuidoost even voor wat het is, maar toen ben je naar Rotterdam Zuiden gegaan. Ja, Hoe oud was je toen? Zes, zeven. Zeven. Oké. En je zei net, uh, zei dat nou voor of tijdens opname, dat je in Slingen hebt, gewo hebt gewoond? Daarbij voor. Voorheen, hè? Ja. Dus je bent in Rotterdam Zuid, Slingen ben je opgegroeid. Um, Straatleven natuurlijk. Hoe ben je, daar met die, hoe ben je daarmee omgegaan met die switch vanaf Cura vanaf naar hier? Gelijk Slingen, waar het soms nog wel eens heftig eraan toe ging. Ja. Um, hoe, hoe was dat? Je hebt van alles en nog wat heb je gezien. Ja, maar als ik zo terugkijk, was eigenlijk de beste tijd van mijn leven gewoon. Ja? Ja, maar ik hou ook van een beetje van sensatie. Zoals je, oh, ja. je vandaar die. Ja, is gelijk, als iets gebeurt, iedereen gaat kijken, iedereen gaat daar naartoe. Dus je hebt toch, het is een beetje sensatie. Maar het heeft me alles geleerd, het heeft me alles laten zien. En het heeft me alles gegeven wat ik nu ben en wat ik uiteindelijk kon worden of zijn, man. Mm -hmm. Dus het heeft je gevormd als, als, als mens. Ja, klopt. En, uh, okay. Ik neem het nu vaak ook gewoon mee in dingen. Toch als, of het nou gym is of voetbal of wat uh -huh. dan ook. Karakterwijs, zeg maar. Mm -hmm. of, uh, ja, ze zeggen toch: als je, niet, als je het niet trekt, moet je duwen. Dus zo ook een beetje, man. Oké. Okay. Die heb ik nog nooit gehoord, eerlijk gezegd. Als je het niet trekt, moet je duwen. Kennen jullie mm. deze? Nee, hè? Nee, waar ja, komt hij uit Rotterdam? Ja, gewoon. Ik heb, dat zeg ik dus. Oké, okay, nee, dan moeten we die <laughs> maar, maar, niet meer nemen. Ja, maar leg hem uit. Als je, niet, als je het niet trekt, moet je duwen. Ja, toch. Kijk, uh, ik denk dat iedereen hier is voor een purpose, zeg maar. Mm -hmm. Een doel. En... Ja. Als dat is wat je wilt, of wat je wilt behalen of wat dan ook. Soms kom je momenten tegen waar, 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 waar ik niet mee ga. Maar ja, is gewoon slapen eventjes. Opstaan en door. Ja. Is dat echt hoe het is? Want dat is mij, vroeger is het mij gezegd van, weet je, bijvoorbeeld um, uh, als ik bepaalde dingen niet trok, bijvoorbeeld ik, als we het naar het voetbal, voetbal uh, terugbrengen. Ik was 17, ik maakte mijn debuut bij Feyenoord, jij was 16 bij Sparta. Um, en dan zijn die trainers altijd tegen mij van hey, Johnny, niet zeiken man. Is het niet direct. Niet zeiken, ga naar huis, ga slapen en de volgende dag dan sta je op en dan moet alles weer goed zijn. Maar is dat serieus hoe het werkt? Ja, sowieso. Dat is ook business-wise toch. Als je, ja? als je investeert, als je geld kwijt bent, dan zou je toch wel even men nap en uh, weer het, het weer gaan verdienen, toch? Of het nou geld is of niet. Ja. Ik zeg nu even een voorbeeld. Gaan mm. en, en bijvoorbeeld, hè, um, de emotionele kant dan. Uh, hoe ga je daarmee om? Want dat is, dat is, dat is vaak iets wat wat Gianni misschien bedoelt. Um, er gebeuren situaties. Dus, hè? Um, en dan ook vanuit kleins af aan, van de trainers, uh, vooral ja, niet zeiken doorgaan. Of van de oudere spelers als je, als je bij de selectie komt, weet je? Hey, niet zeiken, maar gewoon doorgaan. Jonky, je moet niet praten. Ja, kan, ja, kan. Doorgaan. Um, maar die situaties, die gebeuren, en dat doet wel wat met je. Tuurlijk. En vooral emotioneel. Snap je? En, uit ervaring ook vanuit mezelf, um, kon ik niet, dat niet goed plaatsen. Ik kon dat niet goed verwerken en dat kwam later, kwam het eruit. Want dan gebeurde iets heel kleins en dan ontplofte ik, zeg maar. Maar dat was dus de opstapeling van al mijn emoties, van die situaties. Ja. Is, is, kan je daarin herkennen? Of nee, iets, tuurlijk, tuurlijk, iets, tuurlijk, tuurlijk, iets tuurlijk. En, Kijk, uh, wat ik al zei, ik ben van Rotterdam uh, Zuid en een vroegere carrière, zeg maar. Was het ook altijd elke actiefietje, ik was daar. Mm. En, maar komt dat door de straat weer? Dat, dat, komt, dat komt weer... vanuit de Rode Vanuit daar. En, en, en het gaf me ook altijd een soort frustratie. Weet je, toch? Ik kon, ik kon heel, heel lang in, in die frustratie hangen blijven, in, 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 zeg maar, ook gedurende de wedstrijd. Mm. Ja. En ik speelde sowieso goed als ik boos was. Dat sowieso. Ja, ja. ja want dan ga ik je, je laten ik dus zien. Dat heb ik wel gemerkt. Ja. Dat heb ik wel gemerkt dan, in je spel. Ja, dan, dan, dan ga ik je laten zien. van luister, dan, Ik ben sowieso niet snel onder de indruk van spelers of wat dan ook. snap je? Dus, ja. dus dat, dat komt ook al van. Oké, okay, oh ja, die is beter. Oké, okay, dan ga ik je laten zien je ja, beter is dus toch. Ja. Begrijp ja. je? Maar ik herken mezelf wel, man. Maar uh, dat is wat ik zeg. Toen ik kinderen kreeg, toen uh, veranderde heel veel, man. Ja. Heel veel. Want ik ging eigenlijk van. Het moment dat hun, mijn dochtertje, mijn dochters ouder, mm -hmm. mij in de armen gaven, dacht ik van, ja, hoe moet ik... Mm. Het eerste moment kwam al toen, 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 toen mijn vriendin toen zei van, uh, ja, ik ben zwanger. Ik ja. dacht van, ja, ja, en, ja zwanger, en, maar hoe, hoe... Ik heb nog ik niet eens mijn broertje opgetild of zo. Yeah. Nooit, hoe ga ik, baby? En op een gegeven moment... Keizers nee, dan krijg je je kind. dan duwen ze hem gewoon in je handen, zeg maar. En dan bleef ik, zeg maar, van... Wat moet ik nu doen? Wat moet ik nu doen? <laughs> ja, daar, daar is veel veranderd, man. Veel, veel. Oh, gewoon qua gedachtes, alles, man. Omdat ik, wat ik zeg, ik ben iemand... Sowieso wil ik alles goed doen. En... Ik wil niks perfect doen, want... Uh, zo ben ik ook niet. En ik mm -hmm. ben niet perfect. Ik mm -hmm. wil alles gewoon goed doen. En gewoon strikt. En... Op dat moment... Was een hele situatie? Ja, wat je een beetje op internet kon lezen. En, maar dat is niet zo. Het was een hele situatie. En ik zei van kijk, uh, ik, ik, wil effe, ik wil je even daar, sorry dat ik inred van. Maar welke situatie heb je het over nu? Ik, ik, zeg maar, mijn kinderen verschillen één jaar. Ja. Maar is met twee vrouwen, zeg maar. Oké. Okay. Dus ja, ik kwam in het nieuws dat ik een one night stand had, terwijl ik pff, sinds mijn veertiende met eentje ging en uh, mm -hmm. toen ik, al, ik ging af vier jaar met die anderen en allemaal gedoe zeg maar volgens media, mm -hmm. maar dat was niet zo. Maar op dat moment dacht ik wel van, weet je wat, kijk, de situatie is door mij en ik ben iemand, ik neem mijn verantwoordelijkheid als ik een fout maak en ik geloof in ja, mensen maken fouten en fouten maken de mens dus. Uh, dan zou je nu op een gegeven moment, uh, moet je nu gewoon ja, laten zien dat, oké, okay, die situatie is zo gegaan. Maar je moet nu laten zien dat jij toch wel een goede vader kan zijn. Ik, ik zeg je wel eerlijk, ik wil wel met coach op ons oh, afdeling. Ja. <laughs> ik zeg je eerlijk. Ja, man. We, kunnen ze, we kunnen ze gewoon onder elkaar zetten, man. Yo, Jetro man. Ja, thanks voor die man. <laughs> ja, man. Oké, okay, nee, nee, maar ik... ik ja, 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 bro, ja, ja. mensen maken de fout? Nee. Mensen maken fouten. Mensen maken fouten. En fouten yeah. maken de mens. En fouten maken de mens. <laughs> ja bro. Thank you. Nee, Thank ik you. hoor je helemaal. Ja. Je hebt helemaal gelijk. En um, dat gevoel ook wat je had van verantwoordelijkheid. Als je je kind voor het eerst in je handen hebt. Weet je wel. Het is echt ongelooflijk. Je hele mindset verandert meteen. Edson kan er ook over praten natuurlijk. Um, maar laten we het weer even terug switchen. Naar, nog steeds naar je jeugd. Um, ik weet niet. Of je er überhaupt over wilt praten. We hebben in je documentaire hebben we natuurlijk gezien dat je als negenjarige jongen wat er was gebeurd. Ja. Maar je hebt daar alleen gesproken over het is gebeurd, that's it. Maar eigenlijk is de vraag van wat, wat, wat ging er toen in je om? Weet je dat nog? Ja, gewoon familie helpen man. Ik zou alles doen voor mijn familie. Dus jij zei in één keer van, hé. Hey. Ik doe het. Ja. Zonder de consequenties of Zonder iets Zonder consequenties, ervan. ja. Wat ik zeg, ik ben mijn familie sowieso dankbaar. Ik weet wat mijn ouders voor mij hebben gedaan. Mm. En ook voor anderen. En... Uh, ja. En ik weet dat hun het ook andersom zouden doen. En hebben gedaan. Dus... Bro, je bent... Je bent, uh, je bent op een hele jonge leeftijd. Uh, met harde realiteit uh, uh, in het verkeer, zeg maar, gekomen, hè? heb je ervaren. Um, en dat zie ik ook wel in jou, hoe je nu bent, waar je voor staat, je bent recht door zee. Um, en eigenlijk wel in een wereld, wat je zegt, waar heel veel spelletjes zijn. Uh, wil ik zo op terugkomen. Maar um, bij jou was er al heel vroeg, heel jong verantwoordelijkheid. En het gevoel ja. wat je had. Hey, ik kan iets voor mijn familie doen. Dan doe ik het. Survive mode zeg maar. Ja. Hè? Um, um, en dan kom ik vooral op het emotionele dan weer. Heeft dat gevolgen voor jou gehad later? Of is dat, want ik heb ook het gevoel dat je heel snel um, kan switchen. En, en kan verder gaan dus. Ja. En, en dat je die emoties dus ook heel snel... Uh, verwerkt, een plekje geeft en daardoor dus ook niet meer terugkijkt. Dat is mijn een aanname wat ik nu heb als ik hier zo hoor praten. Ja. Uh, klopt dat? Is, is ja, klopt, klopt, klopt. Sowieso, en waardoor ik dat denk, want soms wil je niet in een situatie zijn, maar beland je in de situatie, begrijp je. Ja. En dan kan ik accepteren dat sommige mensen dan een keuze kunnen maken of keuze maken die niet mm -hmm. goed zijn, begrijp je. Ja. Dus daarin, weet je toch, ben ik ook zo. Ja, ja, heel grounded. Ook. Maar even goede vrienden. Jij kan dan, ik mijn kant en we gaan gewoon door. Mm -hmm. Ik hoop het beste voor je. Klaar. En, en je geeft net aan, ja, je geeft elke keer al aan van ja. Uh, uh, familie is echt super belangrijk. Hoe, hoe is je band nu met je familie, je ouders, je zusjes? Is iemand belangrijk in je leven? Gewoon goed, man. Iedereen is gewoon. Iedereen is gewoon tevreden. Zover ik weet. <laughs> soms weet je niet. Maar... Ja, nee. Dat ja, is zo iemand die vaak vraagt: van, hoe gaat het? Voel ja. je goed? Mentaal, spiritueel of, uh, mm -hmm. of fysiek. Mm -hmm. dat, dat zijn mijn vragen, wat ik belangrijk vind. Soms vraagt iemand even: van, hoe is het? Maar dan is die commerciële toch? Dat is die commerciële van. Uh, Gewoon niet. Ai, de... maar, uh, maar dit. Weet je? Ja. Dus, hoe is het? Ja, ja man, ik, ik heb je nodig. Mm -hmm. Maar niet vragen hoe het echt met iemand gaat. Mm -hmm. En sommige mensen, dat heb ik ook geleerd, zeg maar, uh, um, van mijn documentaire in uh, gevangenis, je weet toch? Want daar, natuurlijk, ze hebben iets gedaan waardoor ze daarin zijn. Maar, je moet niet vergeten, ze zijn daar niet geboren, ze zijn daarin gekomen, je weet toch? En ja, ze hebben gewoon iemand nodig om gewoon even te vragen: van hoe gaat het echt? Je mm -hmm. je weet toch? Of. Even luisterende oor. Kost niks. Klopt. Eigenlijk, denk ik. Klopt. Het is, het is... Dit is waarom wij... Het is niet dat, het is niet dat ik er uh, te komen mee sta. Dat ik denk van, hé hey, iedereen, kom eventjes. Nee, <laughs> nee, nee. nee, 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 nee. nee, nee krijgen ook is, mensen <laughs> doen op jou. <laughs> ja, ja. Ja. Maar dit is, dit is wel wie jij bent. Um, hè? En, en ik moet zeggen... Um, dit is de, precies de reden waarom we dit ook doen. Um, we kennen elkaar van, hé hey, hoe is het? Alles cool. Ja, maar dit soort gesprekken, uh, dat heb je eigenlijk niet zo. Maar omdat er toch altijd wel, ja, tussen voetballers uh, toch wel een bepaalde muur is, mensen die je niet kent, ja, een beetje ja. Hè, je, je eigen kringen. Uh, maar als ik dit zo hoor, hebben we echt heel veel gemeen. En ik leer jou ook kennen. En volgens mij, uh, en nogmaals, hoe, jou, hoe jij omschreven wordt in media, pers, zie ik een hele lieve man. Ja, sowieso. Loyaal Kijk, vooral. Loyaal. Ja, dat is, uh, ik denk. Maar je bent ook heel meegaan, dus you care about people. Ja, ja zeker, zeker. En daarom doe ik ook veel dingen terug. Uh, Nog niet vertellen. Dat komt straks. Ja, oké, dat is goed. Maar, nee, maar. Komt straks. Maar dit nee, toch, um, ja, media zeggen ze vaak arrogant. Net als veel presentatoren hebben gezegd van ja, je mag hem niet of hij is arrogant en dan zien ze mij en dan kom ik zeg maar bij bijvoorbeeld podcast nu en dan kom ik bij RTL of wat dan zeggen ze hey, nee man je bent helemaal niet zo maar waarom krijgen we die het ik zeg kijk ik ben niet arrogant of zo maar ik hoef toch ook niet blij blij met iedereen te zijn mm -hmm. want zij voor vinden bijvoorbeeld als je naar die training loopt doe je toch die, die, die mm -hmm. afstand zeg maar mm -hmm. als je daar naartoe loopt moet je lachen moet je dit doen maar jij boordeelt mij op wat ik daar doe, toch? Wat mm -hmm. ik daar kom doen. Dus ik kom mijn job doen en ik ga naar huis. Mm -hmm. Als je me daarna wil spreken, geen probleem, dan ben ik gezellig. Maar zodra, zodra ik richting veld loop of richting... Ben je business. Ben ik gewoon op mijn job, man. Maar yeah. Als ik dat niet goed doe, dan yeah. ga je me wel zeggen van, ja, je doet het niet goed of ja, eruit, dit, dat. Dus yeah. ik hoef op dat moment niet blij, blij met iedereen te zijn. Yeah. Ja. ja, En of je accepteert het of niet, man. Dat is hoe ik mij voorbereid op dat moment. Yeah. En daarom denken veel mensen dat ja, hij is altijd boos hij is, ik kijkt altijd boos of nee, ik ben gewoon gefocust daar. Ik hoor je, ik doe. Uh, ja man, nice, De, je perspectief is to ja. Ja, ja, toch heel goed. Dit is maar waar heel veel voetballers ook echt mee kampen en, en mee zitten. Dat, dat ze toch altijd een, een happy face op moeten hebben, want ja, je bent... Maar dat, met... Kijk, bij wie je dat nu ziet is zeg maar Depay, hij is misschien nu ook wat rustiger in zijn mind. Maar hij was ook gewoon altijd gefocust. Ik ken hem sinds klein, want we, we, zijn, we spelen sinds Sparta even met elkaar. Ja. Hmm. En hij, was hij is ook uit Rotterdam, zo... hè? Ja ja ja. Ook... Ja, ja. ja, ja. ja, hij is ja, Gouda daar. Oké, oké. Okay. 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 Maar ja. Rotterdam is, is Rotterdam, ja. ja. Ja, maar bij hem zie je dat ook. Hij is, hij is gewoon zichzelf, man. Hij ja. is wie hij is, je weet je toch? Ja, ja. Ik, ik vind het... het is gewoon een echte lieve jongen, man. Ja, ja. Toch, we praten vaak en zo. En we hebben vaak ruzie gehad. <laughs> ja, je weet toch, hij is enig... Ik ben de enige die hem kan uitschelden en zeggen wat, wat is hij is. Ja. En andersom ook. Maar ik ken hem wel goed en dat zie je ook vaak bij hem. Dus dat zie je nu ook bij hem. Ja. Nice, nice, nice. Yeah. Um, <coughs> toen we elkaar, toen we elkaar uh, spraken, toen uh, vertelde hij me van uh, je hebt je contract bewust ontbonden ja. uh, in een periode om daarna een periode van rust te vinden zeg maar jezelf weer te herpakken mentaal en, uh, en fysiek um, waarom heb je dat gedaan omdat wat is de gedachte daarachter Even. wanneer is dit gebeurd dit is Afgelopen zomer. Afgelopen Afgelopen zomer. zomer dus ja, zeg maar uh, één dag voor het uh, transfervenster ja. uh, was gesloten. Toen heb je gewoon gezegd van. Ja, Oké. Okay. Eén, om gewoon eerlijk en duidelijk te zijn, is omdat ik dat kan. Hmm. Als ik het niet zou kunnen permitteren, zou ik het ook niet doen. Dan is het anders. Ja, ja. ja. Maar. En. wat <laughs> ja, ik zeg... eerlijk. Je ja. is eerlijk. Ik, ik zeg kan het, het gewoon. Uh, ja. zo. En geloof me, mijn ouders en zo, mensen om me heen snappen er helemaal niks van. Elke nee. dag vragen: Ja, hoe, wat nu, dit, dat. Laat me met rust. Mm. Ik weet waarom, ik doe het zelf toch. Ik mm. weet wat ik doe. Uh, niemand hoeft mij te zeggen. En als het een slechte keuze was, dan zien we wel daarna. Ja. Maar nu is dit wat ik nodig heb. En voor mij is sowieso belangrijk: is niet, is niet het stukje wat jij wilt. Want wat je wilt kan je niet altijd krijgen, ja. maar het is wel altijd wat je nodig hebt. Op dat moment. Wow. Dat is gewoon belangrijk voor mij. En What? op dat moment had ik nodig, zeg maar, om na mijn blessure, wat mentaal echt heel veel dingen heeft kapot gemaakt. Mm. Of nou familie of wat dan ook. Zo, zo geloof ik in, als je succes wil behalen, zou je dierbaren moeten teleurstellen, want dat is gewoon zo. Mm -hmm, mm -hmm. Maar ik ben iemand, ik kijk veel naar statistieken. Omdat statistieken laten zien wie goed is, wie slecht is of wie minder is of dat. En ik ben iemand die ook, zeg maar, heel veel refle re reflecteert. En op dat moment moest ik even een stapje terug doen en even die helikopter vielen. Weet ook, als je toch, jij zit ja, op die ja, troon, ja. dus ik kijk naar beneden of alles klopt, weet je ja. toch? Dus uh, als ik op die troon zit en ik kijk naar beneden en dingen kloppen niet, dan zou Zo, ik toch maar dat... Ja, je gewoon. had het net ook over uh, uh, mentaal. Uh, je had het over, je moet bepaalde mensen teleurstellen. Uh, hoe ziet dat dan eruit op dat moment? Uh, wat ik al eerder zei, toen ik naar Newcastle ging, mm -hmm. uh, had ik iedereen beloofd, of ja, mezelf eigenlijk als eerste beloofd van weet je wat, ik ga weer Nederlands te halen. Ik ga weer laten zien. En wat ik zeg statistieken. laten zien dat ik uh, de beste ben. Dat ik goed genoeg ben. Want ik wil niet de beste zijn, het hoeft niet. Want er zijn er heel weinig die de beste kunnen zijn. Mm -hmm. Maar ik wil wel goed genoeg zijn weet je toch voor erkenning, hoef je niet de beste te zijn toch? Mm -hmm. ja. Want je hebt sommige spelers die, uh, noem maar op, Jussum Park, uh, Jaya Touré, Seedorf. Voor mij de beste, maar mm -hmm. dat zijn wel spelers die, die nooit echt ja, als de beste zijn erkend. Ja, okay. Maar wel als goed genoeg. Mm -hmm. Maar dat moment, en wat gebeurt er? Eerste wedstrijd maken een fout, verliezen we 1-0 tegen Arsenal. Ik dacht shit. <laughs> Shit, hoe het gaat in de ja, 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 je weet ja. Eén ja. kant. Ja. Shit, man, veelbelovend zeg maar. Gehaald. En, je, je, je. Voor mij een fout, voor velen kan je zeggen dat zeg maar een bal die nog zo'n slappe bal komt. Jij moet eigenlijk naar de bal toe. Lig je al in de F's, Maar ja, je, je twijfelt. Even in in die twijfel. Ja, ja, in het twijfel. Ben je al laat. Ja, ja, ja. ja. Die volgens oké. Okay. Trainer sprak niet met mij. <laughs> ik denk, Eerste wedstrijd al gelijk. Wedstrijd, ja. Wat doet dit. dat? Wat doet dat dan met je? Voordat je verder gaat. Wat doet het, als je als je één fout maakt direct? Want ik weet hoe het eraan toe gaat in Engeland. Ze ja. Dan maak je kapot, kapot direct. Ja, maar wat is dit? Wat we, wat we hebben gehaald? Ja. En toch zulke dingen gingen, ze zeggen, ik denk, shit, nee, maar dat kan toch niet. Ik, zo, zo, zo slecht ben ik toch niet. Mm -hmm. Dus dat was al gelijk bam. Mm -hmm. Maar vertrouwen was er nog. Ik denk van ja. Komt wel goed, de eerste wedstrijd, we hebben nog een hele seizoen te gaan. Ik ga mijn kans sowieso ergens krijgen. Mm -hmm. Oké. Okay. Dus daarna, als trainer met mij gesproken, van ja, we geloven gewoon in je. Trainer is een beetje teleurgesteld. Wie was je trainer toen? Uh, Steve Bruce. Maar in ieder geval, ja, oké, okay, dat gaf me alweer vertrouwen. Zo van ja, kijk, ze hebben er nog geloof in. Mm -hmm. Ja, training sowieso. Uh, twee wedstrijden op de bank. Na die eerste wedstrijd? Ja, twee, wedstrijd, twee wedstrijden op de bank. Weet toch, maar ik dacht oké, okay, is goed. Weet toch, inkomen. Zaken waarnemen en zeggen van ja, rustig aan. Al oh, met de directeur gesproken, al yeah. goed. Geen stress. Maar ik weet wel, we spelen, in Engeland speel je veel cups toch? jou dus yeah. een Cup uh, tegen Leicester. Ik dacht, nee man, is of een goal of een assist man. Yeah. Anders ga ik niet eruit. En anders, weet je toch, dan... <laughs> kan ik mijn spullen alvast pakken, ja, dan kan ja. ik al tegen mijn zaak nemen en zeggen van, hé hey, luister dan, zomer, uh, uh, winter. Voor de huurder. <laughs> ja, ga maar kijken. Ja. ja, ik speelde wel echt goed man, ik speelde wel echt goed en zo. En uh, kwam een moment, cross, aanname, leg, wie um, toch die balk, diagonaal. Gelijk in die aanname, door. Die ken dus ik. Dus die ja. speler komt en in die aanname ga ik voorlangs, gelijk ja. in die aanname. Ja. Geef hem voor, goal. Ik mm -hmm. moest hem zijn. Ja, 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 ja. Ik, ik, ik ken deze goal van je. Of uh, assist, ja. Maar gelijk, Kramp. Shit. Ik Kramp. moest hem niet. Ja, uh, 70ste. Dus was oké. Maar in de voorbereiding heb ik niet zoveel gespeeld, omdat ik tegen had tegen Frankfurt uh, gezegd van ik wil weg. Ja. Dus weet toch, dat was eigenlijk mijn eerste wedstrijd dat ik echt lang, ja. maar Trainer blij, uh, uiteindelijk penalties verloren. Ik weet je hoe dat gaat? Uh, Penalty's kan iedereen verliezen. Ja, ja, okay. ja, ja. En voor Newcastle is het oké. Okay. Volgens uh, een speler van ons, die toen linksback stond, speelde eigenlijk uh, linkshalf. Raakte die wedstrijd geblesseerd. Mm -hmm. Dus ja, ik zat alleen mee. Yeah. Trainer, hele week met mij praten. <laughs> Eindelijk weer weet wel. En toen uh, speelde ik mijn eerste wedstrijd. Ja, speelde ik gewoon goed. De tweede wedstrijd, gewoon goed. Tweede wedstrijd tegen Liverpool toen. Toen maakte ik die goal. Ja. ja. En toen, ja, vanuit daar ging het alleen maar zo. man. En wat ik goed vond, dan die. Kijk, ik ben sowieso iemand. Ik, wil, ik hou niet van veel taken toch? Mm -hmm. Heel de dag bespreking. Ja, je moet dit, je moet dit, je moet dat. je moet het Zeg gewoon, je moet hem doodmaken. En je moet gewoon zorgen <laughs> dat je zoveel assisten levert, dit Dan, dan doe ik dat. Maar niet. Ik ben, ik ben, het is te veel voor mij. Ja, want ik ben ja, niet je bent ja. een soldaat. Ja. Je hebt de doel ja, nodig. Je hebt de doel nodig. Nee, uitvoeren gewoon. Ik ja. niet echt van, het is net die spelletjes toch, met die kleuren en zo. Ik ben ja. daar helemaal niet goed in. Man. Het is te veel in mijn hoofd. Ja. Ik moet gewoon die bal in, want ik speel ook op gevoel. Ja. Intuïtie. Ja. Intuïtie. Dus het is niet echt. Ik ben, ik ben niet die harde werker toch? Ja. Ik speel niet? Op, nee, ja, je speelt op talent. Ik speel op talent. Dus, ja. En daarbij die hard werken. Maar ik ben niet van. Veel taken, je moet hier, je moet daar lopen, je moet dit doen, het je moet dat doen. zeg maar. Ja, dat, dat is niet. Ja. Het tactische heb ik gewoon en dan, ja. De basis daarvan en vanuit de basis Juist. gewoon. Ja. En, en wat die trainer zei: van, alsjeblieft. Kijk, het enige wat ik wil dat je doet, je hoeft niet te verdedigen. Dat zorgt dat die andere jongens voor jou doen. En dat was bij PSV ook zo. Mm -hmm. uh, met Koku. Dus alleen: als je die bal krijgt, dribbel. Of van nou vijf maanden staan of zes, dribbel. En zorg dat, dat je drie kansen per, uh, per uh, helft gewoon voorzaakt. Ja. Als dat mijn enige taak is, ja. Dan Prima. Doe ik dat. Dus eigenlijk dat is was mijn je, kwaliteit. Je was een soort halve links buiten, was je dat. Ja. ja. En dat ging ook gewoon, dat zag je ook, want uh, ik stond in de top vijf top meest gecreëerde verdedigers. Dus kansen gecreëerd. Mm -hmm. En ik speelde voor Newcastle en onze average. Uh, ball position was 35%. Dus dat is niks, hè? Dat yeah. is average, dat is niks. Dus, dat zou betekenen dat je elke wedstrijd misschien 30, 29% balbezitter yeah, hebt. Yeah. Ja, precies. En dan ondanks dat. Nog en dan ondanks dat zijn top 5, ja, dan heb je toch wel het goed gedaan. Ja. En toen, want we hadden raakte het over. raakte geblesseerd, man. Juist, precies. Toen raakte ik geblesseerd. En, en wat, wat, wat heeft dat met jou gedaan? Ja, ik zou zeggen, alles kapot gemaakt, man. Ja. Ja, want ik ging volgast, toch? ging volgast. Dat was het moment dat ik zei: van, weet je wat, ik ga het nu doen. En wat was die blessure? Uh, ja, ik heb alles eigenlijk in mijn knie afgeschud. Vandaar ja. dat ik anderhalf jaar heb geleefd. Mm -hmm. mm -hmm. Oké, okay, want dat was voor nog uh, Grotevoer. Ja. Um, Wauw, oké, okay. anderhalf jaar heb je toen. Uh, Elke, ja. dag, elke dag van 9 tot 4. En... Maar dan, als je zegt dat heeft alles kapot gemaakt, behalve je knie, wat is ja. nog meer alles? Gewoon mentaal, fysiek, spiritueel, ik geloofde nergens meer in. Ik sowieso, want ja, uh, ik had twee operaties nodig. Uh, eerste, dan, zeg maar in januari toen was het was gebeurd, en toen in mei weer. Ja. In, in mei ben je toen weer geopereerd. Meer geopereerd, ja. ja maar. In, in januari was het gebeurd, speelde je vanaf zeg maar, je hebt de eerste twee wedstrijden toen niet gespeeld van Newcastle. En daarna speelde je alle oh, dus wedstrijden. Ja. Ik heb drie totaal niet gespeeld. Toen in december ja. had ik één wedstrijd niet gespeeld. Dus, dus vanaf, vanaf... Eén vanaf... Voor... tegen Amateur zeg maar, die uh, ik weet niet of FV Cup was. Mm -hmm. erop, ja. Dus in die periode heb je denk ik al 25 wedstrijden gespeeld. Ja, zoiets. Tot en met januari. Ja. Eerste gedeelte. Zoiets ja. Misschien iets minder, maar... Is er aanslag hè, op je lichaam? Ja man. Maar... Maar voor iemand, hè, als, als we, we praten nu ongeveer wat <coughs> 30 minuten en dan, wat ik net zei, um, dat je best wel makkelijk overstapt um, ja. wanneer obstakels zeg maar voor je staan. Weet je, of dat je het dat je heel snel een plekje weet te geven, maar nu zeg je toch dat, uh, dat je daarin mentaal eventjes gesloopt, je raakte geloof, vertrouwen raakte je kwijt. Um, wat was het nou voor jou dat je er niet als gewoonlijk snel overheen kon? Wat was nou hetgene wat anders was voor jou nu? En daarom zei ik van... van toen ik kinderen kreeg... wist ik het en na een blessure besefte ik het. Mm. Dus omdat toen één, ik werd geopereerd, ik moest drie maanden in een brace van mijn... Heup tot mijn enkel blijf alleen op bed. Kon mm -hmm. niet lopen, ik mocht niet belasten, niks. Dus toch, op dat moment doe je niks. Dus je bent alleen maar aan het beseffen van. Je toch, kijk wat er is gebeurd. Kijk wat er nog moet gaan gebeuren. Kijk mm -hmm. jou hier, kijk dit. Toch. Dus al die facts komen dan op je af. Weet je toch. Mm -hmm. Zonder te weten wat er komt. Wat er daarna gaat gebeuren. Of wat, hoe je eruit komt. Mm -hmm. Want doktoren zeiden van ja, we denken niet. Van de drie bijvoorbeeld zeiden er twee. Je gaat niet meer kunnen voetballen. En eentje zei: Ja, ik ga je fixen. Mm -hmm. En in welke, in welke van de drie geloofde jij? In en die ene die me kon fixen, sowieso. Toch wel? Ja. Zonder dat hij, dat hij het nog zei. Uh, hij had een karakter, hij had een. Ik weet niet, gewoon... Welke dokter was dat? Dat was uh, Strobel in uh, München. Oké. Okay. Strobel Ken ik. Ja, ik, ik wil toch nog een beetje verder gaan met je over je blessureleed. Want. Um, je zegt net drie maanden in een in een brace, uh, het geloof was je kwijt. Um, je zei ook familie, vrienden, je omgeving heeft het veel dingen kapot gemaakt. Wat 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 gebeurde er allemaal toen in je leven? Ik ik weet van mezelf op het moment dat ik geblesseerd raakte, ik heb veel spierblessures gekregen gehad um, en dat. Um, Brak, elke keer brak het een stukje van me af als, als voetballer en ook als mens. Ja. Omdat, één, je wordt vergeten. Je bent op jezelf, je bent alleen. Je raakt gefrustreerd. Je maakt ruzie thuis. Je ja, stoot toch? mensen van je af. En ik moet er niet aan denken. Kijk, mijn langste blessure was, ik denk een maand of vier, vijf of zo. Valt het nog mee, man? Ja, klopt. Relatief. Dat, dat zeg ik, maar ja. ik bedoel... Ik bedoel Anderhalf jaar. Ja man, dus, uh, precies wat je zegt man. Precies dat man. Ja, en ik was gewoon, je, was, je bent gewoon boos op iedereen. Mm -hmm. Want, uh, niemand kan er wat aan doen. Mm -hmm. Als ik nu terugkijk, uh, toch, realistisch gezien. Ik ben teleurgesteld in iedereen en alles gewoon, en, uh, wat ik zeg. Komt dat een beetje van omdat je eigenlijk teleurgesteld bent in jezelf? Ja. Ja, ja. en dat ga je dan projecteren op? Yes, op anderen. Ja. En om weer terug te komen naar je periode nu van rust, want dat is eigenlijk waar we vandaan Just. kwamen. Is dat zeg maar de reden dat je, na, na zo'n bewogen periode eigenlijk, dat je nu hebt gezegd van oké, okay, laat me even tot mezelf keren weer yes. de rust herpakken, en daarna weer kijken hoe ja. het gaat. En, oh sorry, sorry. Nee, zeg maar, zeg maar. En sowieso, ik ben iemand wat ik zei. Ik Denk veel na over dingen en ik dacht van oké. Okay, wat is ook het juiste moment? Dat is nu. WK komt nu in november. Dus mocht jij niet twee maanden niet voetballen, hebben hun drie weken vakantie. Die, die jongens die dan bij een club zitten, die niet naar het WK gaan. Mm -hmm. Dus mocht ik niet fit zijn. Mm -hmm. Hun hebben drie weken vakantie en voetballen gaat niks doen in drie weken. Wie weet wat dat gaat hmm. Misschien één keer, twee keer voor die show. Ook beetje, weet toch, Instagram. Ga je een beetje <laughs> joggen. en laten pizza, zien pizza. dat je op die Nike, die Nike, op Adidas setje hebt. <laughs> ja, Zo. Normaal, ja, ja, normaal. Ja. Je hebt, weet je ja. toch van vroeger heb je Lotto-sokken toch? Maar nu ja. heb je Adidas sokken. Ja, yes. ja, ja, ja. Nu ja, <laughs> ja, 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 ja. ja, weet je ja. toch niet. Even voor die gram ga je even rennen. Ja. Maar je doet niks. Ja, nee, ja dus, gelijk heb gelijk. De, mo, uh, zou ik deze man een zeg maar, team kiezen, dan stroom ik gelijk, gelijk met hen dood. Ja, 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 dus dan ja, ja, kom ja. ik niet zeg maar, hier en hun zijn hier en ik ben hier, ja. maar dan stroom ik met hun hier samen. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. <laughs> um, nee, nou goed man. Ik, ik, vind, dat, ik vind dat wel um, heel veel, heel veel uh, karakter tonen. Mm -hmm. Snap je dat je zo'n bewuste keuze maakt, wat eigenlijk wat je niet vaak meemaakt. En zeker niet, je bent nu in je sterkste periode. wat ze zeggen toch, van een voetbalscarrière, 28, dan heb je al genoeg meegemaakt. Je lichaam heeft genoeg meegemaakt en is op zijn sterkst. Weet je, op zijn fitst, en dan maak je gewoon een keuze van. Ja, ik zie het ook als preparing, zeg maar, voorbereiden. Wat ik zeg, ik heb mezelf weer beloofd, ik ga het nog één keer laten zien, één keer ja, maar bij Greuther Fürth, hoe je dat uit? Ja, Greuther Fürth. Ja. Um, dat was na Newcastle. Ja, ja toch? Ja, na, na Frankfurt. Ik was toch terug gaan naar ja. Frankfurt. Zo. En had je daar ook, heb je daar ook last gehad van blessures? Nee, ik heb maar twee blessures gehad eigenlijk. Je knieblessure? Ja, ik had één keer binnenband toen net voor het WK. Ja. Binnenband en uh, een beetje knieschade en dan laatste keer. Maar dus eigenlijk, nu je laatste periode, was je niet geblesseerd? Nee, ik heb, nog, ik heb een hele seizoen do, um, gespeeld. Volgens mij oh. 25 wedstrijden of zo. Oké. Okay. Dus vandaar dat ik zeg van: ik ging van anderhalf jaar um, blessuren ja. naar 25 wedstrijden gelijk spelen. Ja. En toen ja, had ik daarom had ik ook die keuze gemaakt. Ja, zeg maar. precies. Van, ik heb geen ene moment gehad om gewoon vakantie te houden. Om... Was je daar gelukkig? Nee. Heeft dat ook een grote rol gespeeld dat je zei van oké, okay, is goed, ik ontbind mijn contract en ik trek me even terug. Nee, naar dat niet, dat niet, dat niet, dat niet. Nee. Oké, okay. oké, okay, nee, duidelijk. Ik vind het knap, ik vind het echt knap. Ja, maar je moet het ook kunnen. Hè? En ik hij zei kunnen. net aan van financieel pff, dan staat hij er gewoon goed voor, dus dat kan. Ja, nou, ik denk, ik denk dat het, uh, ik vind het een hele sterke bewuste keuze. Jij heb, jij kiest bewust ervoor. Ik wil nu gewoon even rust. Ik wil rust nu om mezelf, je perspectief. Ik ga deze rust nu gebruiken om me voor te bereiden op wat ik in mijn gedachten hier heb, wat ik nog wil bereiken. Snap je? En daar plan jij gewoon een bewuste rustperiode in. Wat ongekend is in een voetbalcarrière. Jij bouwt voor jezelf bewust rust in om nu nog te gaan vlammen. Ja. En alleen met die bewustheid weet ik al dat jij heel succesvol gaat zijn. Thanks man. Oh. Ja, ik, 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 kan, ik kan me niks anders voorstellen. Yeah. Gewoon qua karakter. Ja, 100%. Uh, qua of. mentaliteit en qua bewustzijn, gewoon. Ja. ja mijn, vind... mijn vraag hierop is: je gaf net aan, we, we gingen er best wel <coughs> snel voorbij, maar waarom was je niet gelukkig? Uh, voor, zoals jullie denk ik hebben gemerkt: geld is niet belangrijk voor mij, hmm. dat is uh, niet mijn streven. In voetbal, zeg maar. Tuurlijk. Mm. Je hebt het nodig. Het is maar. veranderd, hè? Want in het begin zei je dus wel... Uh, wat we je laten bereiken, was veel geld. Ja, dat is zeg maar als je jong bent, toch? Ja, als ja, je ja. jong bent en je weet toch heel uh, veel, ik kom van Rotterdam Zuid. Het is niet uh, het luxe nee, dat je nee. hebt, of wat dus, dan ook. Ja, ja, ja. Maar dat was nooit mijn... Ik, vond, ik, vind, ik vind, vond en vind het spelletje gewoon echt leuk. Mm -hmm. En... Bij Kreutenvuurt had ik het idee zeg maar dat, uh, sowieso Duitsland is dus anders, mm -hmm. uh, vinden ze het spelletje niet leuk. Mm. Ze vinden meer het hard werken leuk. Dus uh, speel, jij, speel jij, slecht, maar ren jij 13 kilometer, zijn ze gewoon tevreden. Mm. Klopt dat, Edson? Ja. Ja, ik vind het grappig. Ja, uh, ja. Niet, niet bij elke Duitse club, moet ik zeggen. Nee, nee, maar... Uh, maar Greutervuurt is ook in een gebied, weet je, waarbij ja. uh, het hard werken gewoon... Ja, zijn farmers. Ja, inderdaad. Snap je? Dus het hard werken, um, daar willen zij gewoon het verschil ja. in maken. En um, dat stukje voetbal, yeah, voetbal spelen. En je kan voetbal op verschillende manieren spelen. Dat is een stukje stijl, filosofie en ja. noem maar op. Um, maar ik hou vooral ook van in balbezit zijn en we gaan voetballen. Een mm. <coughs> beetje Barcelona. Ik hou, ik hou van de filosofie Barcelona, Manchester uh, City. Mm -hmm. Weet je, gewoon de trainers die daar, Liverpool op balbezit vanuit eigen vertrouwen. Dat geeft mij het meest plezier. En als je dan naar zulke teams kijkt, um, het eerste is gewoon hard werken, mm. veel trainen we moeten gewoon daar is de standaard. <coughs> als we onder de 13 kilometer lopen, dan geven we onszelf niet een kans om te winnen. Ja. Dus van die mentaliteit. Ja, die mentaliteit, de filosofie was gewoon anders dan dat ik zelfs de spelers inzag. Zeg maar. Kijk, ik ben iemand. Misschien is dat uh, mijn perspectief en mijn niveau dat dan daar is. Maar mm -hmm. ik vind uh, dat in sommige dingen kan niet fout gaan als je voetballer bent. Uh, dan heb ik het niet eens over aanname en zo, mm. maar over een paas. Ik kan niet begrijpen dat een paas van twee meter fout kan gaan. Dat kan niet. Twee, drie keer, dat kan niet bij mij. Mm. En als jij op dat moment zegt van ja, ja, is goed, geen probleem, Ga door. Dan snap ik jou ook niet. Mm. Begrijp je? Wacht, <laughs> <laughs> wacht. Super interessant. Ja? Dus, ja? dus, oké. Okay. Dus als, 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 als Johnny zeg maar uh, um, twee, drie keer een bal naar jou speelt. Ja. Yeah en die is verkeerd, ja. van twee meter, ja. en jij, dan snap ik hem sowieso niet, want <laughs> dat, dat kan niet. Ja, 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 dat kan ja, ja. niet. Ja. Dat, zijn, dat zijn die basisdingen, begrijp je? Ja. En als jij zegt van ja, maakt niet uit, kom, we gaan verder, dan snap ik jou ook niet. Dan snap ik alles niet. Dan, dan ga ik even zitten en denk ik van waar ben ik beland? Ja. En dat was Wat want, het. Is? Want? Waarom dan? Dat kan toch niet? Maar vraag je af van waar het vandaan komt of waar, waarom het überhaupt wel gebeurt. Je Kunnen, niet kunnen is ja, één maar dan, ding, maar het gebeurt. Waar komt het vandaan? Waarom gebeurt het wel? En dat heb ik. En dan ga ik denken, denken, denken. En dan ga ik gewoon frustrerend. Uh, dan ga ik zeggen van waar ben jij mee bezig en wat, wat zeg jij dan? Ja. Begrijp je? Dat is bij mij. En dan ga je eigenlijk een positie creëren bij Duitsers ja. die niet goed is. Ja. Ik vind hebben. het een, een mooi bruggetje, want, want je laat hier heel goed je persoonlijkheid zien, weet je wel, qua uh, wat je van mensen verwacht, als ze een bepaalde basis hebben. Um, je debuteerde al, heel, al vrij vroeg, zesjarige ja. leeftijd bij Sparta, ging toen uh, ook op jonge leeftijd naar PSV. Ja. Um, hoe was dat tussen, zeg maar, want vroeger was er een hele gro heel groot verschil tussen oud en jong. Ja. Um, hoe manifesteerde jij je in zo'n kleedkamer uh, met oudere jongens en um, had je toen al een grote mod? Ja man, ik had eerste training, ik was 16 eerste training gelijk met Strootman. Nee. Ruzie, gelijk. Nee. Ja. Gelijk de ja. Maar Strootman was ook niet zo oud Nee, toch? maar hij was wel die Ja, grote, was die hele meneer daar. Ja, ja Hij ja, was wel een ja. grote mannetje daar. Wat, wat was er dan? Wat gebeurde er dan? het okay, ging om een uitbouw Zo, Hij vond dat niet uit. Ik zei, was uit. Ja. Nou, hij is echt. Hij is iemand een goede jongen, want ik ken hem sinds de eerste toch? Ik was zo vervelend, dus dat zat hem ook gewoon, ja. toch? Of... Je gaat even je grenzen verleggen. Ja. Of, of niet, niet verleggen, maar even kijken hoe ver je kan gaan van. Hey, ja, met, en hij met zei wat, wat uit en dan wat lieg je man dit, dat? Uh, ik zeg, en toen, ja, dan komt die jongen. Die, 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 die straatje die van kom. komt. Ja, wat zeg je man, wat is met jou? Weet je zeg, man, ja. weet toch, wat wil je doen? Ja. Ah, ik zeg toch eens uit, wat wil je doen? Ja. Weet toch, zo. Is eigenlijk niet goed, weet toch, want zo los je dingen niet op. Of het creëert iets zomaar. Um, maar. Ja en nee. Ja, op, ik zeg, dat, ik zeg, op dat moment wie ik ik ben, zeg, je op, uh, ben ik ook, zeg ja, ja, maar, nou, gelijk. Nou goed, maar, maar... Maar je zet wel een toon van, niemand moet denken dat je hier, je, toch zo, maar kan gaan schreeuwen om een uitbak. Ja. Je? nou je? Nou, je, je, je laat wel zien van, hey, kom correct op me. Ja, juist, yes, juist. Yes, yes. Begrijp je? Dat. Um, je, zet, je? Je laat gelijk zien van, um, ik heb respect voor jou, but I demand respect myself too. Mm. En dat heeft niks te maken met, He? Ja, precies, precies zo sta ik erin, weet toch? Als je netjes op me komt, kan ik alles klop. accepteren. maar je hebt wel ooit eens een keer gezegd: um, je moet je woede leren verbergen en je grimlach oefenen voor de spiegel. Ja, klopt. Sta je er nog steeds zo in? Ja, en daarom zeg ik van sommige dingen, weet je, op dat moment, op zo'n manier los je dingen niet op. Weet je. Mm -hmm. Hoe had je het willen oplossen, dan? Als je nu daarnaar kijkt, hoe, hoe zou jij nu in een perfecte wereld dat. Oplossen. Ik zou je zeggen, zeg maar, ik zou je een voorbeeld opnoemen. Ik spoorde met Van Bommel uh, toen bij PSV, mm -hmm. met Jamie Lens. Mm -hmm. En ik ben iemand, ik ben, uh, sommige trainingen ben ik vrolijk. Toch. Gewoon, uh, wil ik gewoon alleen maar acties maken. Mm -hmm. je toch, uh, en Van Bommel was toen al oh, op zijn level van, ja, ik ga, uh, hoe zeg Nederlands, maar, uh, retired. Uh, je bent alweer terug weg, je wil stop oh, met Retired? Ja, voeten. ja. Zeg ja, ja. ja, maar, je wilt het uh, stoppen ja, aan het ja, ja, ja. einde van het ja. seizoen. Ja. Zo, ik kan gewoon het woord retired niet in het Nederlands vinden. Wacht even. Wat is, wat is dat? Pensioen of zo. Pensioen? Ja, nee, ja. Pensioen of Ja, zoiets. Zie je. Deze adem, man, of... hij wil me elke ik... keer. Ja? Maar jij zat zelf. Ik ga met de... jullie mee toch? Oh, je gaat niet met ons mee. <laughs> ik ja, ga met jullie ja, mee. ik heb daar vaak problemen mee, man. Want ik praat dan Duits. Of Spaans of mens, of Nederlands of Engels met mijn kinderen, bijvoorbeeld. En dan weet ik het wel in het Duits, maar ik denk ik: wat is het Nederlands? Ik ja. vind het wel Nederlands, maar niet in het Engels of zo. Ja. Ja. Het gaat soms door mijn hoofd, dus. Pff. Dus je spreekt Spaans, Papiaments, Duits, Nederlands, Engels? Ja. 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 Wie heet mijn broeder? Ja, goed. Hey, kappen, nee. nu. Kappen, 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 kappen. Kappen, kappen, we gaan verder dan Ja, man. Ja, um, waar was ik? Van Bobo, een van momentje. Bobo. Ja. ja. En, ja, hij was, ik was jong, ik was jong. En als hij komt, ja, fake up, over die bal, op actie, terug. En ik kon al lang schieten, bijvoorbeeld, ga ik toch terug. Ja. Ga ik toch actie maken, ga ik er voorbij. En ja, sowieso word je boos. Want, weet je toch hoe? Komt een kleine jongen. Wil mm. je jou gaan laten zien hoe, weet je toch? Dus mm. uh, hij, mijn op mijn enkel, slaan, elleboog, dit dat. En ik werd altijd boos. Mm. En altijd wat terugzeggen, altijd ruzie maken, altijd ruzie maken, dit dat. En Jermaine zei nou op een gegeven moment, Jetro, Lach gewoon naar hem. Wat, wat maak je druk Maar Hij doet dit elke keer. Yeah. Waarom zou je je druk maken om hem, toch? Waarom zou je boos worden? Mm -hmm. Sowieso één, je wilt hem beschouwen. <laughs> en hij is... De grote van, van dat bommen, ja precies, precies. Je wilt hem beschouwen. Mm -hmm. En twee speel gewoon doe het weer gewoon dan en op een gegeven moment ging ik gewoon naar hem lachen ah, oh, oh dat heel, is nog erger, ja man. werd hij helemaal paren. dus en ik werd voelde ook dat ik gewoon rustiger bleef mm -hmm. doordat dus dat is meer wat ik bedoel en natuurlijk met alle respect naar hem toe want uh, ik heb met, daarna nog met hem gesproken en zo en uh, laatst zomer ook weer en zo. Dus. Mm. Van Bommel is cool. Maar ja, ja. Van, Bommel, van, geen, van Bommel is. Het is gewoon cool. een goede gozer, begrijp je? Ja. Dus ik heb geen problemen of zo met hem. Maar dat was wat. Maar situatie. dat is gewoon, dat, zijn, dat zijn situaties die op het veld gebeuren ja. en door emotie, door adrenaline, yes. weet je, dan komt um, heel veel ego, yes. snap je? Klopt, komt klopt. van, hey, ik ben de man en ik ben ook de man. Hè? dus dan, dan, dan botst dat. Yes. En dat is wat ik bedoel dan met. Het... Ja, ja. Want je hebt, je hebt best wel veel dingen al meegemaakt op een hele Jongen, jonge leeftijd. Nee. 16, Sparta. Daarna, hoe oud was je toen je naar PSV ging? 17. 17, PSV. 18, eindtoernooi. Hé, volgens mij zijn er maar weinig die dit soort dingen op voor hun twintigste allemaal meemaken. Ja, klopt. Ja. Um, hoe ging je daarmee om? Uh, wat was het gevoel? Wie bel je als eerste op als je geselecteerd wordt voor zo'n eindtoernooi? Uh, hoe stel je op tussen al die grote mannen in het Nederlands elftal? Ja. Eerlijk gezegd, hun belde mij. <laughs> ja. Ik wist, uh, toen ik geselecteerd was zeg maar, wist ik niet eens. Maar wie, wie bel jij op daarna? Nee, maar dan zeg ik van... Ik wist, oh, ze belden jou? Ze belde, ik wist het niet eens. We hadden zeg maar de laatste dag van PSV. Ja. En toen was zeg maar uh, bekend. Ja. En ik was geselecteerd voor onder 19. Ja. Ik kreeg een brief van onder 19, alles. Ik ging nog naar Fred Rutte toe. Van ja, alsjeblieft, laat me thuis blijven. <laughs> laat me gewoon op vakantie gaan. Ik ben moe, alles. Ja. Dus we hadden dingen. Ik had nog niet op mijn telefoon. Ik, was, ik ging niet. Ik spel Playstation, ja. tot laat, kort. En we moesten bijvoorbeeld 12 uur verzamelen. Ja. Ja, ik ging pas 8 uur slapen of zo. Je toch? De hele nacht door, door, door. Oh. Slapen. En Je ik... moest 12 uur verzamelen bij. PSV om um, barbecue hadden we. Laatste dag. Got om. It. Yes. Oh, ja, ja, oh, ja, ja oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus ja, competitie is al afgelopen. Mm. En alles is al afgelopen. Dus, die laatste, dus ik word wakker. En ik, shit, het is kwart over elf. Ik ben iemand, ik moet ruim van vormen, bijvoorbeeld twaalf uur. Ik ben sowieso kwart voor twaalf daar. Yeah. Mm. Ja, oké. Okay. Ik ben iemand uur van tevoren, want ik wil rustig mijn crème zetten. Rustig even, zitten, even beseffen van hey, ja, maar je bent voetballer. Dus je moet even rustig gaan. <laughs> e, dat zo ben ik. Ik, hou, ik nou wel mijn tijd gewoon nemen. Ja. Ik, hou, ik wil niet ras ras, ras. Ja. Net als bijvoorbeeld, als ik mogen moet trainen. Ik heb vanavond al alles gestreken, alles ja? gezet, zodat ik gewoon voorbereid. Ey, Dat is belangrijk. Meis, ja man, voorbereid. Is, is het halve ja. werk al? ja, ja man. man. Vakantie gaan, weekje van tevoren alles ingepakt. Hup, rustig Echt? je koffertje daar zetten. Weet ben, maar wat? <laughs> <Ja>, ik <ben>, loop <laughs> ja. het. Maar ben je ook zo? Ben je ook zo zeg maar in je voorbereiding naar wedstrijden? Ja man. Maar iedereen denkt bij soms gek hè, want ook kledingkast bijvoorbeeld. Jassen bij jassen, vesten bij vesten, kleur op kleur, donker naar dinges. Alles moet die kant op wijzen. Dus weet je toch, echt die OCD is echt die, die, ja. Ja, goh, ja, die focus, nee. nee. ja, die, die focus. Alles, oh, ja, ja. Moet, toch, alles moet kloppen. Alles moet kloppen, man. Elk puzzelstukje moet op yes. zijn plekje gewoon. Uiteindelijk wil ik wel, eens. Je toch, als het fout gaat, wil ik zeggen ik heb alles aangenomen. Dus Want dat als, is, dat, als dat niet het geval is? Nee, dan neem ik mezelf kwalijk, man. Ja, oké. Okay. Neem mezelf kwalijk. Maar, Kwart over elf. Ja, snel douchen, snel alles doen. En uh, snel niet op mijn telefoon kijken. Ik ging niet gewoon met scooter naar, uh, naar training. Scooter ja. op. Nee, ik had geen tijd. Ik kom op dingen. Dus iedereen zegt gefeliciteerd man. Kijk op mijn telefoon. Ik, zeg, hey, ik ben niet eens jarig, maar oké. Okay. Ik zie echt <laughs> veel berichten en zo. Maar ja, 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 ik ben ja. daar, dus ik kan niet. Het ja. is niet goed om bij één gezelschap. Weet ja. toch. Gefeliciteerd, dit, dat. Dus je wist niet eens waar die felicitaties vandaan kwamen? Nee, je zegt ja gefeliciteerd met Nederlands elftal. <laughs> <laughs> uh, ik denk ja, gefeliciteerd met Nederlands elftal. Ja, ik ga nog 19. Ja, wie is dan nou blij om naar 19? te <laughs> Fred Rutte. Ja, um, kom even naar mijn kamertje. Ik denk shit, wat heb ik nou weer gedaan? Uh, ik was altijd, weet Je toch? In mijn carrière is altijd Jetro. Ja. Altijd Jetro, alles Jetro. Geen toch of, ja. of het nou op school was ja, zegt Ja, gefeliciteerd met Nederlands elftal. Jullie gaan op Ik zeg: Alsjeblieft, laat me niet gaan naar 119. Kan je niet zeggen, ik ben geblesseerd. als yeah. 19, je gaat niet, je gaat naar de eerste. Ik zeg: Eerste? Hij zegt: Ja. Heb je je brief niet uh, gezien of wat dan ook? Ik zeg: Welke brief? Ik heb een brief van 119 gekregen. <laughs> Even een Hij zegt: Kijk naar je telefoon. Ja. Yeah. Voetbalpremeur. Ik zie, je heet wel eens mijn selectie. Ik denk: Hè? Even beseffen, maar ik zie mijn moeder in me gebeld, mijn vader, <laughs> iedereen, iedereen. <laughs> heeft me gebeld. Ik krijg een mail, ik zie een mail dan van uh, Fernando, nee, het was geen Fernando, van Fernand was een jong. Uh, Zie ik gewoon mails. Ja, ja, ja. Ik denk, hè? Hij zei, ja. Ik zei het toch, want Fred Rutte, begin van het seizoen, toen ik was gehaald naar uh, PSV, zei Fred Rutte tegen mij van, ja, kleine, hij noemde me kleine, ja, mm -hmm. kleine. Elke mm -hmm. linksback die ik heb gehad, heeft het uh, Nederlands elftal of mm. dingen gehad. Dus, en tot nu toe heeft hij gelijk trouwens. Mm, Elke mm. linksback die hij heeft gehad, heeft mm. Nederlands elftal gehad in dat jaar. Ja, het ja, is goed zo. Ja, ik ben uh, 17. Ik ben geen uh, 23. Of zo. Ja, 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 ja. En op een gegeven moment, nee, ja, man. Gaal. Fred Groenig. Rutte is wel speciaal daarin. Maar Fred Rutte komt ook Jij weer. Ook bij jou komt hij bij jou. Ja, ook bij uh, mij ook. Best uh, een van, laten we zeggen, top drie trainers die ja, ik ooit in mijn leven heb gehad. Met Absolute. Van Gaal en Cocu. Gelukkig, man. Ja. Ja, uh, Fred Rutte bij mij ook. Maar volgens mij was ik dan net voor jou ook. Ja. Hij kwam dus van 20, ging in naar PSV, toch? Nee. Uh, nee. Nee, Schalke. nee, hij ging naar Sjak en ja, toen van too. Schalke. Ja. Keel, okay, wauw, man. Wij verschillen gewoon 11 jaar. Ja. Okay, je hebt echt kapot veel meegemaakt. Is <laughs> toch niet normaal? Zo jonge lezer. is echt bizar. Echt niet maar um. uh, ook bij mij heeft die, uh, hij heeft mij daarin geholpen. Dus de weg omhoog om het Nederlands tel wel te bereiken ja was dus met jou ook met beelden en zo of niet ja die kleine ja de kleine tv'tje. soms, dan deed je niet die slaan ja <laughs> zo op <up>, terugspoelen <laughs> ja, ja terugspoelen hier moet je zo staan op verder op terugspoelen kijk hier dit moet je doen ja ja, ja, ja elke Dat is dag verdriet, hè? elke dag ja maar hij ja hij was gewoon een, wat jij zegt, als een, een mens, en mens. Hij was een mens. De, de mens. verhalen die ik heb gehoord, ik heb zo niet op de vader die ik heb gehoord. Hij was echt ja, een vader ook, man. Ja. ja. Ik denk, ik denk uh, sowieso wat zijn, ja, niet fout, maar je hebt een coach en je hebt een trainer. Hij is een coach. En dat trainer, dat had hij niet. Hè. Als hij boos was, bijvoorbeeld, of zo, je, toch, ja. ja. Ja, wat Ik geloofde het niet. Ja, oké, okay, ja, je bent boos. Oké, okay, is goed. Maar sommige trainers heb je die, van gehaald bijvoorbeeld, hij is een coach en hij is een trainer. Ja. Als hij als coach boos wordt, ben je bang. Als hij als trainer boos is, dan ben je ook bang ja. Ja. Het, uh, is het mooiste wat je van van Rutte hebt geleerd? Wat heb je van hem meegenomen? Uh, hey, Hé manneke, mooiste... gaan we niet doen, hè? Ja. We... <laughs> 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 het mooiste, ik zeg maar kijk. Ik, ik kwam, ik, uh, Marcel Brans had mij gehaald. Ja. Fred Rutte, Rutte wist dat niet. Fred Rutte kende, kende mij niet eens. Ja. Hoe lang geleden was dat? Dat was met Engelaar toen, laatste mm -hmm. jaar van Engelaar ja. dacht ik. Mm -hmm. ja. Ja. En uh, eerste training pff, voetballen. Ging ik gewoon mee. Ik kreeg een bodycheck, zeg maar, ik was dun. Mm. Ik ben nu zo goed naam blessure, zeg maar. Ja. Pff, ik had gewoon gras. Gewoon <laughs> gras in mijn mond. Letterlijk hè. Ik <laughs> geen grap heb Gewoon gras in mijn mond. Hij zei: ja, kleine, je bent gewoon nog niet, nog niet zo sterk genoeg, maar ja, het komt wel goed. Geen probleem. Hij zei op een gegeven moment: ja, Je moet gym in. Mm -hmm. Elke dag. Dag, je ja, toch kijken, waar is die? Hup. Ga ik naar buiten, mm -hmm. zie ik hem daar staan. Kleine, waar ga je naartoe? Gym. Hup, met die personal <laughs> trainer, zeg maar, die trainer dan, fysieke yeah. trainer. Gym elke dag, dat was wel mooi hoe hij met me omging. En ook, zeg maar, ik had een fout gemaakt toen. Ja, fout. Ja, fout. Mm -hmm. Had ik gemaakt toen tegen Feyenoord. En ja, ik wou zeg maar, mijn rug, die bal. Die ingeschakeld duwde me één keer een beetje. Mm -hmm. En hij pakte die bal, was go. En hij zei: Ja, kom, cool, we gaan. Uh, is, geen, is, is geen stress, zeg maar. Is niet erg. Geen iemand met tafel tennissen. Maar daarmee wilde, je dus, wilde hij je dus laten zeg maar, zien: Ja, is niet erg. Ja. Ik geef je die comfort gewoon weer. En we yes. gaan gewoon weer verder om jezelf weer gewoon te herpakken. Yes. En niet zoals liet, die trainer in Newcastle. Ja, en hij liet me ook zien, zeg maar. Van, Kijk hier, ik was alleen aan het verdedigen, rustig. Mm -hmm. Jij, ik liet jou. Lekker slaan. Mm. Maar hij ziet. Hij liet jou de fouten maken. Ja, mm. ja. Ziet, hij ziet en dat. En toen zei hij: van dat is fout gegaan. Daarom heb jij dat gedaan. Wel mooi dat je het zeg maar, op een andere manier zeg maar, ja. kan overbrengen dan. Ja. Weet je wel, op een harde manier dingen te vertellen ja. of met, met voetbal dingetjes ja. aan te geven. Maar hij heeft je gewoon op een hele andere manier heeft hij gepakt. Ja. Mentaal, waardoor jij gewoon weer fris in je hoofd was. Je hebt echt um, je hebt fantastische dingen gezegd. Um, wat, zijn eigenlijk nu nog, wat wil je nu nog bereiken? Want je bent, nog, je bent echt jong nog, 28. Ja. Je hebt al heel veel meegemaakt. Wat zijn nu nog je doelen? Ja, wat zijn mijn doelen? Ik, uh, mezelf ontwikkelen. Mm -hmm. In, uh, niet alleen voetbalwijs, zeg maar, maar ook business-wise en zo. Mm -hmm. En. Um, Zoals? Ja, ik ben met heel veel dingen bezig, zeg maar. Uh, investeringen, natuurlijk en zo. En, uh, mm -hmm. Ik heb mijn eigen uh, kliniek en zo. En we verbouwen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus, zeg maar, zij voor uh, gehandicapte school yeah. heeft nog geen klimrek. Dan yeah. zorgen wij. Dat ah, oké. Okay. Je zegt wij, wie is wij? Uh, mijn team. Oké. Okay. Zeg maar. Team Jetro? Ja. Jetro. Ja, okay. niet Team Jetro, maar Team... Ik, het is niet mijn naam, het is ons naam. Ja, mm, ja. Mm -hmm. Oké. Okay. Het, het is niet... Ik relateer het ook niet naar mezelf. Ja. Want, het is net als... Uh, ik heb bijvoorbeeld een uh, huidkliniek. Oké. Okay. En geloof me, ik kwam laatst binnen ja. en ik, ging, ik kom daar nooit. Mm -hmm. ik, Waar is dit? Dit is in, in... Rotterdam. In Rotterdam, ja. ja. ja we voor geen reclame of zo. Ik kwam daar binnen en ik ging gelijk naar het kantoor en dat meisje keek zo naar mij toe van, waar ga jij naartoe, wie ben jij? Ja. ja. Um, ik, ik zette iets neer en ik zei, ga je me niet vragen wie ik ben of hoe, ik zeg, ik zeg weet je wie ik ben? Ja. Zegt ze, nee maar ik kan wel. Ik zeg maar, ik heb wel een idee. Ik zeg ja, oh dus iedereen waarbij je een idee hebt laat je gewoon zo binnen binnenkomen. Ik, ja. nou, ik zeg ja, ik ben een van de eigenaren, dat is mm -mm. maar. Daarmee wil ik zeggen dat, ik zie mezelf niet als eigenaar zeg maar, ik zie mezelf als iemand, hun zijn die eigenaren, want mm -hmm. hun werken daar, hun doen hun job daar. Mm -hmm, mm -hmm. Dus vandaar dat ik zeg ons, wij. Mm -hmm. Ja, ja, ja. ja. Nee, mooi. Mo mooi dat je dat zegt, wij denken ook altijd in de, in de wij-vorm. Mm -hmm. Niemand werkt voor ons, iedereen werkt samen met ons, ja, om, zeg maar, om het grotere plaatje te bereiken. En wat nog meer? We dus hebben het nu over uh, persoonlijke dingen, ja, dus uh, business-wise. voetbal gezien wil ik weer uh, terugkomen, gewoon, genieten van het spelletje. Uh, terugkomen waar? Is Oranje nog steeds je doel? Ja, maar, ja. ja, Kan ook nog. Maar dan moet de juiste stap moet nu ook weer komen yes. om die springplank. Yes. Uh, je gaat het redden, man. 100%. Ja, sowieso 100, gaan, uh, ik, ik heb geen twijfel, man. 100%. 100%. Alles voordoen en aandoen. 100 procent. Um, je hebt super veel mooie dingen gezegd. Je hebt zeker zes dikke quotes heb je ge, heb je geplaatst. <laughs> <laughs> um, laatste vraag die we altijd stellen. Is lastig man, nee. deze vraag. Die kill is, weet is ver, 28, hij, 28 man. Weet je hoe ver hij is? Ja met, maar daarom, okay, ik wil het alleen nog op. eventjes okay. weer... Met de kennis die je nu hebt, na je blessure, na je vaderschap. Weet je alles zie je. Ja. Ja, alles. Ja, een andere jasje geven. Precies, ja, ja, ja. Want je zei dat je vanaf dat punt heb je een hele andere mindset gekregen hebt ja. en zo. De kennis ja. die je nu hebt, wat zou je, wat zou je voor advies geven aan jezelf van de 16, 17, 18-jarige Jetro? Of misschien voor de jeugd die nu kijkt, of mensen die nu luisteren? Voor de 16-jarige. Ja, het, het is sowieso zo, zo moeilijk, want de middelen die hun hebben. Hebben wij bijvoorbeeld nooit gehad. Want ik ben nog steeds van die andere tijd. Er is een springplan tussen nu jeugd mm -hmm, mm -hmm. en mijn jeugd. Ik mm -hmm. denk meer persoonlijkheid, man. In de zin van uh, wat is echt nodig om de beste te zijn. Mm -hmm. en daar moet je meer aan denken, zeg maar. Daar moet je meer gedachten bij hebben. In de zin van voeding. Gym, uh, al die dingen man. Ik had nog steeds zeg maar reis met kip en zo. Als jij, uh, weet je toch, uh, kijk, tsunami's en Antillanen uh, hebben ook gewoon veel met olie en zo. Dat is gewoon slecht. Yeah. Mm -hmm. En die tijd at ik gewoon alles. We yeah. Weet je toch, kwam thuis. Goed. Nu niet meer? Nee man. Je reis keer, met kip meer? Nee man, nou, ik eet dat bijna niet man bro. Wat eet je? Alleen dan? in de vakanties man, niet. Uh, oh. Heb je ook een eigen diëtist bij de nee, hand Dat, dat nee. niet. Ik ben mijn eigen diëtist. Jij weet zelf hoe je body is. Dus dat daarom, is dat is wat ik bedoel. Jeet toch Echt weten wat jouw body nodig heeft. Ja. Echt weten wat jij moet doen. Weet toch? En dat is belangrijk. Je eigen body kennen. Je doet of dat, nou dat. mentaal, spiritueel of dingen. Gewoon echt je body leren kennen. Doe daar wel research naar, want dat is wel een bepaalde. Ja, informatie. maar ik doe veel testen en zo, man. Gewoon veel dat testen. Dat, ja. ja, man. Dus zeg okay. maar, wat mijn lichaam afstoot of wat mijn lichaam nodig heeft of wat mijn lichaam, zeg maar, uh, niet goed gaat met mijn lichaam enzo. Dus zulke dingen doe ik mm -hmm. veel vaak man. Ja. Want ik zeg, ik hou van statistieken toch. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, en yeah, hey. Zetro, je hebt ons echt meegenomen. In je, in je stories. Um, mag, nog een, mag ik ook één ja, vraag stellen? Tuurlijk. Zeg maar. Gof, gof. Let's nee, go. nee, 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 het is, het is gewoon simpel een simpele vraag. Ja, tuurlijk. Jeetje, toch, uh. ja. Want toch als voetballer ben je toch wel bezig met heel veel dingen als je ze kijkt familie, vrienden, uh, lifestyle, al die dingen, kinderen, al die mm -hmm. dingen. Maar echt, de vraag aan heel veel mensen: mm -hmm. wat maakt je echt gelukkig? Wie gaat eerst? Jij of ik? Ga jij gaan. <laughs> maar persoonlijk, hè, niet ja, van, ja, 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 ja. Uh, familie. Uh, als familie goed is, ben ik goed. Maar persoonlijk, wat maakt je echt gelukkig? Want ik merk dat heel veel mensen dat niet weten. Of... Ik gegeven. vind het een hele goede vraag. <laughs> Want ik zou zeggen: weet je wat mij echt gelukkig maakt? Als ik de mensen om me heen gelukkig zie. Um. Maar dat is jou eigenlijk. Dat is als, je, als je het echt gewoon ja. beton gaat zien, is dat, zeg maar, um, wat jij wenst voor een ander. Mm het -hmm. is mm -hmm. dus niet voor jezelf. Dat is voor een ander. Want als een ander goed is, dan ben jij goed. Dat is een ander, dat is niet jijzelf. Nee, maar ik, ik denk wel dat het. Want je wilt het geluk bij een ander zien. En als je daarvoor kan zorgen. Snap je? Want voor mij, mijn geluk is mijn, mijn gezin. Mijn vrouw, mijn kinderen. Al mijn kinderen, vooral mijn kinderen. Ik wil mijn kinderen klaarstomen voor de maatschappij. Weet je? Uh, ja. En die job neem ik heel serieus. Ja, ja uh, dat sowieso. Zo, zo, dat zo, dus ja. voor mij. Als ik nu met mijn 15-jarige dochter uh, een gesprek kan hebben, ja, ja. begrijp je? Waarbij we op niveau praten van, hey, kijk, um, jij hebt nu uit emotie gehandeld, snap je? Maar laten we de emotie nu weglaten. Hoe handel je dan? En dan gaat ze daar nadenken. En dan het grappige is, een paar weken daarna gebeurt er een situatie en dan handelt ze daarna. Ja, ja. Snap je? Ja, ja. Dus dat geeft mij wel ja, tuurlijk, iets van... Um, maar als je gewoon, los van kinderen en zo, wat maakt jou echt gelukkig? Ik ga, ik ga, niet, voor je, ik ga niet voor je liegen, broer. Um, <laughs> wat mij, wat mij uh, geluksmomentje creëert, is wanneer ik in die gym ben. Ja? Ja. Ja, toch, dat kan. Dat, is, dat, uh, dat heb ik. <laughs> het is heel raar. Dat is echt... Toch, kan ik me uitleven? Ja. Um, het is ook voor mij therapie. Ja, toch. Weet je, um, um, in die gym zijn, ik doe nu heel veel spinning, Klaassen. Okay, okay. Bro, als ik op die fiets ben, op die, op die spinning bicycle en in Amerika dan heb je echt uh, zalen met muziek en praten en dan is het echt gewoon een disco in ja, een toch, gym. Ja toch? Dan ben ik in mijn zone man, dan ben ik en dan ga ik gewoon los. En dat, dat, is wel een geluksmomentje voor mij. Ja toch, ja. ja. Kijk, en persoonlijk dat, hè. En ja, ja, maar dat is persoonlijk. Maar heel veel mensen weten dat niet. Ja. Mensen gaan nadenken van nee, ik, ik heb dat niet. Ja. Dus ik weet niet. Ja. Zal ik eerst gaan, want je hebt mijn tijd. Je hebt, zal ik daarna gaan, want je hebt mijn tijd gegeven om na te denken. Daarna wil ik van jou weten wat jou echt gelukkig maakt. <laughs> ja. Vrijheid en onafhankelijkheid. Dat maakt mij echt gelukkig. Dat ik aan niemand verantwoording hoef af te leggen. Dat ik gewoon kan doen wat ik wil. Ja, dat is ook een goede man, want... en, en daar heb ik al die tijd voor gevoetbald. Mm -hmm. Om dit momentje nu van vrijheid te kunnen ervaren. Mm -hmm. dus ik denk dat dat mij echt gelukkig maakt. En jij? Ik weet het niet man. Dus je stelt ons moeilijke vragen <laughs> maar <samen. laughs> Ik moest jullie ook triggeren man, ik weet het niet man. <laughs> nee, okay. nee, maar, ja. Ja, wat, okay. Ik ben nog op zoek naar wat mij echt Oké, okay, maar dat is ook wel een grappige. Uh, <laughs> want ik heb, het is... Ik had een gesprek met een dame en die zegt van, oh, um, everybody wants to be happy. Nobody can be happy. Je hebt geluksmomenten. Mm. Je hebt die momentjes dat je, weet je, dat sommigen hebben het van, oh, ze kopen een horloge of ze kopen uh, kleren mm. of ze kopen een auto. Dan heb je een geluksmomentje, snap je? Um, wat, wat zijn jouw geluksmomenten dan? Of als je nu dus niet happy zijn, maar een geluksmoment, wat creëert voor jou een geluksmoment? Voetbal gewoon, man. Ja. Dat is dat is waar ja, jij, dat is je echt je happy moment, moment, uh. waar ik me. zodra ik of, of ik problemen heb of niet, zodra ik op het veld sta, is gewoon alle problemen zijn weg, klaar. Is is ja. het mooi dat je dat zegt. Ik, ik spreek jou over een jaar of tien. Kijk of je nog steeds hetzelfde denkt. Ik denk het wel, man. want dat is echt. zijn leven is dat alles. Is, ja, man. Het heeft je gebracht waar je nu bent. Ja, maar niet alleen dat. Ik hou gewoon van het spelletje, gewoon en niet alleen het spelletje, maar gewoon ook eromheen. Dus zeg maar, niet, niet manager en zo. Je weet toch zaak mm -hmm. nemen. Dat is niks voor mij, man. Dat is mm -hmm. echt niks. Maar het trainer zijn, zeg maar, het begrijpen, het tactische deel en alles. Daar verdiep ik me wel in. Zou je trainer willen zijn? Ja, man. Ja, maar als ik met kut kinderen is als ik zelf. Oh. Uh, aanker, dan uh, dan niet. Nee, 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 nee. 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 nee, Nee Thanks voor het kijken uh, ik denk dat we weer een, en luisteren, uh, en luisteren <laughs> natuurlijk. Ik denk dat we weer een, 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 uh, een mooie podcast hebben gezien en gehoord, vandaag met Jetro. En um, ja, dit is wat we doen man. We, we bouwen bruggetjes, we delen ervaringen, je kennis. Um, ik wil je super bedanken, want wat je ja. hebt gezegd was echt waardevol. En ik denk ook dat de mensen die luisteren en kijken, dat ze hier echt ook heel veel uh, aan hebben gehad. Uh, we hebben je andere kant gezien. En dat, was vooral, dat is vooral. Voor ons is dat heel erg waardevol. De mens achter de atleet. Wie is JTRO? Weet je? En. Um, ja, thanks daarvoor, man. Ja, toch echt. Super Ik vond het ook gewoon gezellig, man. En, uh, het heeft me ook wel dingen bijgebracht. Ik ja. zag dat het, je was comfortable. Kussen ja. op die dingen en zo. Ja, 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 ja. Nee, maar hey, JTRO, hey. bedankt, man. Ja, uh, bedankt dat je hier als je true self hebt gezeten. En je uh, knowledge met ons gedeeld hebt. Uh, ook ik heb weer van jou mogen leren. En uh, ik kijk ernaar uit, man, om nog veel meer van jou te mogen leren. Want ik, ik ben wel nu uh, overtuigd. Jij bent nog lang niet klaar, man. Nee, En De game, en die game nee. is ook nog niet klaar met jou. Nee, was... En je hebt, en je hebt uh, nog heel veel te brengen, nog heel veel te, te laten zien. Yeah. Um, ik wens je heel veel geluk, succes, ja. gezondheid. Bedankt. Ja. En, en geniet van elk moment, bro. Zeker. Geniet het is, van elk is zoveel moment. bij, man. Ja, het het gaat snel. Nou, ik zie het nu zelf. Want zoals hij, hij is klaar met dat spelletje. Maar ik nog niet. Nee. Nee, het triggert bij mij nog steeds. Ja. En door bepaalde omstandigheden kom ik er minder vaak aan toe. Maar ik, ja man. Ik kriebel nog steeds. Ja, dat ben ja. ik begrijpen. ik kan jou begrijpen. Hij niet dat. Ja, toch, Thanks, bro. Ik waardeer het enorm. Dank man bro. Ja, ook bedankt. Ik top. zeg je eerlijk, toen ik tegen je speelde, wat je net zei van. Kleintje? Je bent yeah. helemaal niet zo klein, maar toen ik tegen je speelde op tv zat, dacht ik, yeah, al, je, ja, je ja, bent iets kleiner. Ja, in het echt is het gewoon. In Suriname zeggen je bent wel stampoe. Ja, hè? Geworden ook. Ja, hè? Moeten presteren, uh, dat, dat vond ik lastig. Mm -hmm. Dat vond ik lastig.